Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Om wereldwijd bewustwording hierover te creëren, wordt jaarlijks op 13 oktober Wereldborstkankerdag herdacht. Het thema van dit jaar is Samen zij aan zij tegen borstkanker. Deze dag dient als een herinnering aan de miljoenen vrouwen en mannen die getroffen zijn door uitgezaaide borstkanker en als een moment om bewustwording te creëren over deze ernstige aandoening. Uitgezaaide borstkanker, ook bekend als gevorderde borstkanker, treft individuen wanneer de kanker zich buiten de borst heeft verspreid naar andere delen van het lichaam zoals de botten, longen, lever of hersenen. Het is de meest geavanceerde en dodelijke vorm van borstkanker en vormt een aanzienlijke uitdaging voor zowel patiënten als de medische gemeenschap. Werelduitgezaaide borstkankerdag herinnert ons eraan dat hoewel de strijd tegen uitgezaaide borstkanker een uitdaging is, er altijd hoop is. Mensen over de hele wereld bundelen hun krachten om bewustzijn te creëren, te ondersteunen en degenen te eren die met deze ziekte te maken hebben. Met voortdurende inspanningen in onderzoek en behandelingen is er hoop op een toekomst waarin uitgezaaide borstkanker niet langer een doodvonnis is.